Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 1 november van Weerplaza. Rond zonsopkomst zag het er vanochtend nog vrij uit met zonneschijn, maar vanmiddag was het veelal bewolkt onder invloed van een storing die van zuid naar noord over ons land trok, en af en toe viel wat lichte regen of motregen bij een temperatuur van 11 graden op de wadden tot 14 in het zuiden van het land. Ook het komende etmaal hebben we nog te maken met onstabiele luchtsoort en een storing die voorbij trekt. Vanavond is het nog bewolkt en regenachtig bij een temperatuur van 11 graden. De wind draait in de loop van de dag naar het westen en die is dan matig, windkracht 4 boven land, windkracht 5 aan zee. En vannacht valt er ook nog een enkele bui bij een temperatuur van 6 tot 8 graden. En morgen beginnen we met wisselende wolkenluchten. En er vallen ook een paar buien verspreid over het land. De meeste buien worden in de noordelijke provincies verwacht. En van het westen uit wordt het in de loop van de dag droger. Het eerst in het zuiden en westen van het land. En pas later in het noorden. En dan breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt ongeveer 11 graden bij een matige westelijke wind. En 11 graden is de normale waarde voor de tijd van het jaar. In het weekend, dan gaat het veranderen. Het blijft veelal droog en overdag is het vrij zonnig. Met smiddags 10 tot 11 graden op de zaterdag. En 12 tot 15 graden op de zondag. En dat is zeer zachte lucht. Maar in de nacht en vroege ochtend kan het flink afkoelen. Met landinwaarts het kwik aan de grond dicht bij het vriespunt. En in het westen van het land een graad of drie. Na het weekend blijft het nog droog en gaat de temperatuur in de middag nog verder omhoog. Naar 14 tot 16 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.